Je kan ook met een paar volwassenen gewoon gaan bowlen. Of zo. Ja, okay. Dat mag gewoon. Ja. Dat ik mag wil, ik nog even meegeven. Ik wil Althans. alleen ja. één ding hierbij zeggen: ja. als jij een kaartje geeft met mijn ouders, brengen je thuis. Dan moet je dat wel even dubbel checken bij je eigen <laughs> ouders. Of ze daar nog voor ja, openstaan. Je moet misschien op wat op dingen die dingen doorknopsen. Die zijn er om op te lossen. En dat is precies wat wij, Anna Chimbrere, Stefan Pop en ik, Tex de Wit, in deze podcast doen. Welkom bij Zo opgelost! De piep. hoera! Daar zijn we weer. Anna, jij hebt een probleem. Ik heb een probleem. Um, zoals jullie misschien weten, heb ik er inmiddels uh, 38 verjaardagen op zitten. En ieder jaar, oké, okay, misschien de eerste drie dagen later, want toen was ik nog niet heel bewust van het concept verjaardag. Heb ik een mega interne strijd? Moet ik mijn verjaardag vieren? Ja of nee? En zo ja, hoe dan? Want aan de ene kant denk ik... Ik ben mensen tot last als ik mijn verjaardag vier. Aan de andere kant zijn er ook mensen die het toch altijd wel gezellig vinden. En dan, als ik het op mezelf betrek... Aan de ene kant heb ik er altijd heel veel stress van om mijn verjaardag te vieren. Aan de andere kant, als ik het dan eenmaal gedaan heb... Voel ik me helemaal warm van binnen. <laughs> maar ook uitgepist. Dus, dus de vraag is eigenlijk... Hoe moet ik mijn verjaardag vieren? En laten we ja. meteen het plaatje verder compleet maken. Want jij stelt deze vraag eigenlijk een dag voordat we jouw verjaardag gaan vieren. Twee dagen. Oh ja. sorry, twee dagen. Ja, ja klopt. Ja. Ik ga het dus voor het eerst in lange tijd weer doen. En ik heb er al misschien wel twee weken stress van. Ik heb er een beetje stress van omdat ik dacht. Daar komen we met een oplossing. En zo, zo gaat ze het niet vieren. Nee, dan gaat ze iets heel anders doen. Oh. Gaat iets heel anders doen. Maar ja. ik wil ook nog iets anders uh, rechtzetten. Ja. Want in uh, de research voor dit onderwerp, want ik wist dat jij dit als probleem ging opgeven kwam ik tegen dat jij al jarig bent geweest ook. Ja. Maar wij hebben jou helemaal niet gefeliciteerd. Nee, bij. nee zijn Want jij, ik, zag, ja. ik zag, ik zag, ik moest op Wikipedia lezen ja. dat jij op 6 januari jarig bent. Ik, ik koppelde dus, het ook aan de dag dat het ging vieren of dat het ergens oh. dichtbij, maar jij echt gewoon nee, maar drie weken later. Dus gefeliciteerd. Excuseer Drie weken geleden. Ja. Zet het op de kalender toch vanaf nu. Ja. Heb jij verjaardagskalender Steve? <laughs> hoe is het van Wikipedia? Nee nee, 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 Heb jij een Nee, want weet je wat ik dus heel erg mis? Ik dus wel. had je fit, <laughs> echt nee, zo met Ik wilde hem wel wc. teruggooien naar Hortex. Op de wc en Nee, dan niet op zo... de wc. Oh, Oké, okay. waar dan? In de keuken hangt hij. Oh echt? Ja. En staat staat Stefan erop? Die staat er ook nog niet op. Wanneer oh. ben jij jarig? 22, Die staan er dan 22 op? 22 september. Ja, dat is echt Allee, wel heel vrij. Ik, ik, <laughs> ik vier het heel vaak in oktober hoor, maar ik ben 22 september. 22 ja, dus. september, ja. Nee, mijn uh, gewoon familie staat erop en vrienden en soms kinderen van vrienden. En ook de knuffels van mijn kinderen staan de er zo. Koning. Op. Dus er zijn best wel Amalia, veel mensen op. dan denk ik nu het eigenlijk lullig. Ja, jullie gaan er ook gewoon op. En wij zijn niet door de ballen thuis. Nee, de nee. knuffels van zijn kinderen wel. <laughs> maar ik ga wel op Wikipedia al jullie verjaardag. Ja, heel graag. Maar he. nou ja, want weet je wat ik dus heel erg mis? Uh, dat Facebook je herinnerde aan verjaardagen. Dat was toch heerlijk. Vroeger oh, toen iedereen ja. nog op Facebook actief was. Ja, en ja. Was dat je, gewoon kreeg gewoon... je dan kreeg iemand meteen honderd uh, felicitaties. Ja, maar heerlijk vond ik dat. Dan, wist je, dan vergat je er zelf nooit één. Mensen vergaten jou ook niet. Het was gewoon. Nee. Jij zei van, uh, ben ik mensen tot last. Ik heb nu juist al de afgelopen, sinds ik volwassen ben, dat ik ook het niet precies weet wie ik dan moet uitnodigen. Nee. Oh ja, precies. Maar ofwel dat je denkt: oh, die en die en of oh, dat moet die, of juist niet. Dat vind ik ook. En altijd. hoe maak je die keuze dan? Waar, wat, wat zijn je afwegingen? Uiteindelijk, hè, maar dat was met het volwassen worden. <laughs> Langzaam dat ik dacht: ja, gewoon iedereen waarvan ik denk, daar heb ik zin in om die uit te nodigen, nodig ik uit. Oh ja. Ja, maar dan, oké, okay, dus weet je wat dus in mijn hoofd dan allemaal gebeurt? Explosie ja. aan uh, mogelijkheden van verschillende mensen in dezelfde, in dezelfde ruimte. Ja. Dan denk ik, vinden die. Want ik heb allemaal zo losse plukjes. Dus ik heb niet zeg maar. Één of twee grote groepen die ik allemaal zoals dat ze in zo Brabant lekker. hebben, dat ze zeggen: ja. We gaan met onze vriendengroep van ja. 40 ja. Ja, ja. Ja, precies. gaan we dit doen. Dat lijkt me zo lekker. Maar ik heb allemaal losse plukjes van losse vrienden, allemaal best wel verschillende types ook. En dan denk ik: Mix dat allemaal samen ja. wordt dat awkward of zo. En aan wie geef ik dan mijn aandacht? Want Je, je wordt zou eigenlijk helemaal... zo'n simulatieprogramma willen hebben <laughs> dat je, als je die invoert, wat ja. gebeurt er dan avond? Ja, want ja, ja. ik ga ook heel erg nadenken: Oké, okay, dan nodig ik die uit, maar die is dan eigenlijk soort van alleen. Wie zou die dan leuk vinden? Zou ik die dan actief aan elkaar voorstellen, of vinden ze dat ook af? Awkward. Veel te veel gebeurt, ja. veel te veel in mijn hoofd. Dit, dit wordt wel heftig straks als mensen de podcast hebben geluisterd. En Zeker dan jouw naar mijn verjaardag. Wil en komen. dan naar jouw verjaardag komen, Want die gaan naar jou kijken en denk, denken van oké. Okay, die, die, die meid is over spannen. Want kijk, het gaat helemaal ze, mis. Ze heeft een knuffel nodig. Ja. <laughs> die staat we mixen niet. We mixen ja. niet. Ja. Maar ik heb dus nu wel. Dus voor deze verjaardag heb ik dus een soort van experimenteel, heb ik het dus echt uitgepakt. Maar ik ga denk ik nog niet zeggen wat ik doe voordat jullie misschien mijn tips hebben gegeven. Of zou ik dat wel doen? Want dan kunnen jullie het meenemen. In... Nou, om, om, om heel even te beginnen met. Uh, verschillende culturen hebben verschillende manieren om een verjaardag te vieren. Oké. Okay. Dus, uh, uh, nou ja, ik, ik, ik was in Amerika een keer en tijdens mijn verjaardag. Toevallig had ik toen Facebook uitgezet als in notificatie voor andere mensen. En toen werd ik niet gefeliciteerd terwijl ik in Amerika was. Oh. En dat was wel sneu. Moeders heel ja, alleen. Ja, dus eigenlijk zet dat aan als je uh, alleen bent. Ah, maar, ja precies, ik snap wat je ja. zegt. Ja. Uh, maar wat me daar toen verteld werd, want ik zat in een studentenhuis en toen had ik dus zelf taart gekocht, <laughs> omdat ik jarig was. Oh, dat vind Hè? ik heel ja dat ja. doen we in Nederland, maar dat is heel Nederlands toch? maar je wordt echt gek aangekeken in de Verenigde Staten als je voor je eigen verjaardag een taart koopt. is dat zo? Ja, nou, daar komen wordt... ze met taart aan. precies, voor jou, daar ja. komen ze met taart nee. aan. Oh. Dus uh, het is heel erg, uh, blijkbaar dus onze cultuur, dat wij voor onszelf het feestje organiseren. Ja, maar het is ook heel gek als je, als je in Nederland gewoon jarig bent op je werk en je komt met niks. Dan denkt iedereen, wat een lul. Ja. Ja. Gewoon ja. niks. Jij bent jarig, weet je wel. Wat een ja. egoïst. Het is ja. eigenlijk heel lekker als je weet, ik hoef het niet te doen. Want ik vind, ik, anders ga je ernaar altijd over nadenken. Ja, dus kijk, stel dat je van cultuur verandert. Want ik ga niet een hele cultuuromslag vragen aan uh, jou en de luisteraar. Maar kijk, als je... Als je daarop door zou denken, is hoe beter je bent als persoon naar je vrienden toe, hoe groter de verjaardag is die je krijgt ah, op die dag. Ja, het pees af. Dus je, je bent het dus... hele jaar aan het zaaien en tijdens je verjaardag aan het ja. oogsten. Ja, maar goed, dat is dus uiteindelijk niet mijn oplossing. Maar <laughs> uh, ik snap dat principe, snap ik wel beter. Ja. Ben je een goed mens, krijg je een mooie verjaardag. Krijg veel taart. Ja, en uh, is er niemand, dan weet je, oké. Okay. En komen mensen oh. dan gewoon ongevraagd langs? Dat vind ik ook altijd interessant. Ja, daar wil ik wat over zeggen. Ah. Want, je hebt dus... Je, volgens mij wat jij nodig hebt, is... Je moet gewoon keuzes maken. Je moet gewoon duidelijkheid. Wat willen mensen? En wat, ik ja. weet, mij, mijn vaders familie... Die, hebben, die waren met uh, zeven broers en aanhang en alles. En die hadden een heel duidelijk uh, systeem. Als je jarig bent op die dag, dan komen ze. Oké. Okay. Iedereen komt. Als jij niks zegt, komt iedereen. En als ah. jij door de week jarig bent, komen ze om acht uur s'avonds. En in het weekend komen ze om twee uur smiddags. Oh. Dus, dus als jij niks zegt, dat is daar de regel. Als je niks zegt, dan komt iedereen gewoon. Ja. En dat is altijd zo geweest. Behalve als jij dus afbelt. Dus ook als het misgaat, dat vergeet je een iemand af te bellen... en die komt dan gewoon. Als oh, ja. enige kwam die alsnog. Maar ja. dat is dus een heel helder... dat kan je ook gewoon ja. bedenken. Van dat, is gewoon, dat kan je als regel opgeven. Ja. Ja, gewoon zelf. Dat je denkt, het is, wat er ook gebeurt, het is de dag zelf. Ja, precies. Okay. En dan staat mijn huis open vanaf acht uur. Ja. En dan... Dat kan je doen. Oefen ik heb ook heftig, wel? mijn nee, tante die heftig? heeft. Ja, het is wel heftig, maar het is wel duidelijk. Ja, het is wel duidelijk. En je moet. En het wordt gevierd, Dat is ook leuk, want nu zit je van, oh, moet ik het vieren? Maar bij die regel wordt het gevierd. Ja. Tenzij je echt heel actief moeite doet om het niet te vieren. Ah, ja. Dus dat is wel helder. Ja. Van in principe vier jij het gewoon. Want ja, Dat is ook wel leuk precies. als basis. Ja. Anders ja. zit je dat van, oh, wat moet ik doen? Nee, jij viert het. Ja. Tenzij mijn tante heeft ook een. Die die houdt er minder van, van verjaardag. En die zegt. Als hij op zondag jarig is, doet ze een groot feest. Oh ja. Dus dat is dan oh. maar één keer in de zeven jaar, dus dat is dan weer niet ja. zo vaak. Ja, uh, goed plan. Ja, Wat je ook kan doen, je kan ook gewoon, uh, dat is leuk, want je kan dus ook uiteten met een klein clubje, of je kan gewoon een paar vrienden uitnodigen, of je kan het heel groot. Je kan ook gewoon per jaar. Dat je denkt, welk jaar is het? Dus ik doe klein, middel, groot, klein, ja. middel, groot. Oh ja. ja. Maar het nadeel daarvan, van dat zo'n zo ritme van, ik vier je dat is. Die, je hebt soms ook, ben je gewoon toevallig dat jaar in een fase dat je het heel groot Precies, ja. Oh, dat ja. is het een beetje. Want ik heb natuurlijk... Oké, okay, want ik zal jullie even nog één ding over mijn verjaardag... Hey, mijn telefoon. Uh, iemand die me verlaat, feliciteert misschien. Ja. Ik ben dus jarig op 6 januari. Ja. Dat is zes dagen na Oud en Nieuw, na Kerst, na Sinterklaas. Mensen hebben echt geen zin meer in alcohol. Ja. Nee. <laughs> en ze hebben ook niet echt per se zin om nog meer te eten. Dus... Wat, ik heb het wel eens gecombineerd met uh, een soort van nieuwjaarsborrel als het mm -hmm. inderdaad in het weekend valt maar ik voel me daardoor dus ook altijd opgelaten want ik denk oké okay, heel veel mensen zitten nu in een soort van dry January en proberen weer naar de school, sportschool te gaan dan kom ik aan met hé hey, jongens glühwein en bier Hé, hey, hoera. snap je ja, dus ja. ik snap het heel erg is, hè? en het is winter dus dus automatisch ja. binnen is het lijkt mij zo lekker om in het voorjaar na het ja. jaar te zijn ja, dat denk dus ook maar ik ga het ik ga het voor je oplossen jij ja, ook nou ik wil nog iets anders even aanstippen voordat ik daar kom is, ja, ja, wat maar. goed voelt. Zeg maar uit. Ja, wat, ik... wat goed voelt. Het is een podcast voor mensen die luisteren. Want ik heb me gewoon een beetje verdiept in, in het, 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 het vieren zelf. Ja. Dus hoe vieren het? En uh, als je dus aan buitenlanders vraagt... wat mensen gek vinden aan Nederlandse verjaardagen... is dus de kring. Ja, de kring! De kring, kring vinden ze is... dus heel raar. Wat is er nou weer mis met de kring? Ik vind het ook een beetje suf dat mensen dat he, heel, heel raar lief. vinden. Ik zit vind heel lief met een kring. Je hebt alleen geen hoekjes. Dus als jij gewoon iemand met, met iets... Wil confronteren of even. even ja, dan kniep, moet, dat, dan moet dat in de kring. Ja. Dan moet het in de kring. Ja. Ja. Dat is, iedereen weet daarvan. Nou, de kring is gewoon pure ongemakkelijkheid, toch? Want, want je zit naast twee mensen, je zit klem tussen twee mensen, daar moet je het mee doen. Ja. Het valt wel eens stil, ja. zeg maar. En dan, hoort meteen, dan luister je meteen mee met een, iemand aan de overkant van de kring. Ja. En dan ga je soort van. Ja, ik vind eigenlijk het zieligste moment, vind ik, als de kring uh, dus bereikt is. Ja. Maar dat er dan nog een paar mensen bij komen ja, en dat je dan ja. maar de kring. Iedereen zou nog, nog iets groter in de kring. Dat, dat moment. Weet je wat ik het, het mooiste lief. vind van de kring? Is dat de variatie aan stoelen. Die dan de kring ja. vormen. Dus het gaat van gewoon de, de, de stoelen van de eetkamer. Dan zijn er ineens wat plastic stoelen. En dit, stond ja. de en dit stond nog in de schuur. dit stond nog in de schuur. En kratje wat omgedraaid is. Tot ja. je kind zegt: dat is mijn poppenhuis. <laughs> ja, precies. En papa heeft het nu al stoel gebruikt. Dus nee, ik, ik vind de kring... Het is wel van creativiteit, de kring. Ik vind, het, ik vind het best wel grappig, eigenlijk, de kring. Ik, heb niet, ik snap niet dat buitenlanders het zo raar vinden. En het tweede wat ze raar vinden, uh, en daar, daar ga ik wel in mee, is dat zij uh, uh, het raar vinden dat we iedereen feliciteren. Oh ja, van je, gefeliciteerd met je dochter, ja. gefeliciteerd met je Dat zus, vinden zij heel ja. raar. Oh ja. En daar kan ik wel in komen. Ja, want dat Wat? is ook bij de kring weer, dat, je, dat iedereen het hele rondje doet. Ja, gefel gefeliciteerd met Anna, hè gefeliciteerd met Anna, hey. gefeliciteerd met Anna, gefeliciteerd <laughs> met Anna, Jullie Hebben jullie elkaar al wel gefeliciteerd ja. met mij? Dat was week hey, geleden. ik heb jou <laughs> nog helemaal niet. Ja, Steven nog gefeliciteerd met Anna. <laughs> nou, maar ik, heb, um, ik, ik ga helemaal mee in jouw probleem van, jij bent wintervakantie. En iedereen ja. die winter, herfst, die heeft gewoon iets meer een probleem. Ja. Die zit met feestdagen, die zit met donkere dagen... Mensen in de zomer hebben het eigenlijk best wel handig, want die, die, die vieren het gewoon buiten. Precies. Jij, jij, jij bent een zomer. Ik ben een uh, 17 mei. Ja, oh, heerlijk. Ja. Ja, dat is, ja, dat is echt. Dat ik is wil echt... niet. Ik bedoel, dat, ik niet dat is Nee, ik maar. wil niet opscheppen en een beetje het lullig voorbij ah. naar de rest van de mensen. Ja. Maar <coughs> kijk, dat is, dat is gewoon. Het wordt het is altijd lekker weer, ja. maar niet te warm. Ja. ja, het is mensen hebben er zin in ja. Het zit een beetje in die gekke ja, weet je wel. Ja, is, dat is gewoon feestijd, het is is echt dat. Echt, uh, Ja. En je hebt een gespreksonderwerp. Want je, in principe vier je in het buiten. En als het regent, dan ga je naar binnen. En dan kan je tegen elkaar zeggen: Ah jammer, ja, maar wat het eigenlijk buiten het is. Echt... En dan nou, goed, nu doen we het binnen. <laughs> Alle parken van Amsterdam heb ik mijn verjaardag wel eens ja. gevierd. Ja. Dus oh, mijn oplossing voor jou: vertel. Ik ben, ik ben 22 september jarig. En dat is uh, zeker met de huidige ontwikkeling van de klimaatverandering. Prima. Prima. Ja. Dat wordt steeds ja. beter. Ja. Vroeger was dat regenachtig, maar nu is het echt ja. aan het strand. Heerlijk, het ja. Ja. Uh, Maar uh, ik werd ook altijd gebeld op tweede kerstdag. En dan werd ik gefeliciteerd door mijn opa. Oh. Want uh, En daar kwam een beetje mijn invalshoek van vandaag vandaan. Verschillende oh mijn god, we hebben dezelfde oplossing. Echt? Yes? Ja, ga maar door. Ja, ja. Ja, mijn opa belde dat me leuk. altijd op en die zei, uh, gefeliciteerd met heilige Stefan. Heilige oh. Stefan va valt op tweede kerstdag. Oh. Dus uh, in andere culturen vier je een naamdag. Oké. Okay. Dus uh, ik heb even voor je gekeken. En Sint Anna, dus Heilige Anna, valt op 26 juli. Nee! Midden nee, in de zomer! Ja, ja, Dus mijn Geweldig. oma begon haar verjaardag... ze heeft dit ook. Want dit is echt een briljante is die onloze, ook jouw je oplossing. Je hebt het allebei bedacht. Een nou ja, naamdag. Ik, ja. ik, ik zou begonnen zijn met: ben je een beetje katholiek? Dat was mijn. Zo, oh. zo wou ik erin glijden. Oh, sorry. Ik wou er zo langzaam zo'n beetje heen. Uh, oh, ik nou. wou er zelf. Uh, ja, nee. Ja, nee. Dat is, maar dan zijn we wel heel zeker dat ja, we. we zijn heel zeker. Want ik dacht inderdaad ook: Janne, 6 januari heeft niemand zin in. Nee. nee. En dit 26 juli. Het is het nadeeltje. Het is wel echt in mensen- zijn op vakantie. Ja, het is ook mensen- op vakantie. Maar heilig, laten we dat vergeten: want dat is inderdaad de heilige Anna. Ja. Oké. Okay. Maar ja. dus, wat, wat heeft de heilige Anna eigenlijk allemaal gedaan? Dat is de moeder van Maria. Oh ja, dat wist ik wel. Ja is dus ja. uh, Anna, maar ook voor An, Ananda, Anette, Ania, Aniek, Anika. An iedereen die met zo'n soort naam. Ze kunnen ik met die mensen allemaal samen vieren. Ja, dat vond ik leuk bij jou, Stefan. Ik had inderdaad opgezocht 26 december. Dat ook, ja. Ik bedacht helemaal niet dat Esteban, dat dat ook een ja. Stefan is. En <laughs> Etienne, dat is ook allemaal oh, Stefan. Etienne? Etienne. En Steven, Stefan. Er is geen heilige tekst. Nee. Oh, maar waar komt nee. Tex vandaan? Weet ja, ook van? Ik denk dat mijn vader. Dat is er een, een afkorting van? Nee, het is een Amerikaanse. Er zijn drie, drie, drie nee, letters nee. bij elkaar gegooid. En, uh, alle nee, Amerikaanse cowboys die dan naar een andere staat gingen, vanuit Texas kwamen en dan naar een andere staat gingen, die noemden ze als bijnaam, kregen die Tex. Hm. Oh ja? Hm. En dat, zo heet ik ook. Oh ja, dat was ik. Ja. Ja, maar, ja, maar we ja, kunnen wel 30 ja, februari ja, doen ja. voor jou? 30 februari. Wil je ruilen anders? Nee, 17 mei. <laughs> <Nee, nee>, niemand <laughs> komt aan 17 mei gewoon. Want anders maken we van 17 mei, de heilige Texdag. <laughs> maar dit is dus die naamdag, dat is dat ze in de middeleeuwen dus allemaal deden. Ja. Ah. Weet je hoe ik dit weet? Nee. Ik was in het Archeon. <laughs> ik was ja. laatst in het dat? Ja, dat is, hè, ja zeker. Met de, de ja. prehistorie-Romeinse tijd en de middeleeuwen. En mijn kinderen vroegen aan al die mensen in die tijden: vieren jullie een verjaardag? Oh, en toen zeiden dus ze in de middeleeuwen: nee, eigenlijk niet, maar we vieren allemaal naamdag. Ja. Toen had je natuurlijk ook geen uh, hippe namen zoals Bonk en Tex, weet <laughs> je wel. Dus toen had je ook gewoon dat iedereen viel binnen zo'n naamdag. Ja. Ja, en, de, en, 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 en zou je dan ook toen nagedacht hebben over: Oké, okay, wanneer wil ik dat mijn kind zijn verjaardag viert? Ja, Dat is wel een goede nee, nee, het was zo. Je werd geboren, dat vind ik het dom hier aan. Je werd geboren op die dag en dan kreeg je vaak de, de heilige naam oh, dus van alsof, die nog. dag. Zelfs dus <laughs> nog vier jaar je verjaardag. Eén, gewoon, ik heb wel één kritiekpunt op onze eigen oplossing. Ja. En dat is namelijk dat naar welke Anna ga je dan? Ik oh ken ja. heel ja, veel Anna's. Ja. Dus dan wow, krijg je ja, ineens punt. een concurrentie... Ja, ik zou op die dag gaan zelf. Gaan. Ja? Ja. Uh, welke Anna is het leukst? Ja. Op jouw ja. dag ga ik naar een Esteban... want dat klinkt gewoon... Ja. Ja. dat je daar lekker meer ja. eten krijgt dan bij jou. Maar dan kom ik helemaal terug... op waar ik ermee begon. Er, zit gewoon, er zat een structuur in deze, in ja. deze uh, oplossing die ik had. Uh, is Dan komen we terug... we waren net uh, gekomen op... als je een beter persoon bent... dan uh, doen je vrienden je best... om die daar te maken en alles... Als jij de beste Anna bent, dan gaan mensen naar jou of jij. Ja, geweldig. Wow. Wow. Ja, wat leuk. Ik, en, dan, ja. Ja. en dan doen we op die dag zeg maar wat tekzij van oké, okay, je komt gewoon tenzij ja. Tegen ja, dat wil ik. En ik. maar ik, ik, nee, maar ik bedoel <laughs> dat jij ook al naamdag en ik ga ook even die van mij clusteren. Ja, ja, doe maar. Ik ga dan. Hè, want die naamdag, dat weten we nou wel. Heel goed idee. Ja. Want ik ben overigens niet heel katholiek. Nee, oké. Okay, dus, maar, nee, maar, okay, maar. Ik ga toch nog één keer pleiten voor mijn families oplossing waar ik begon. Want ik ja. ben gewoon overtuigd geraakt tijdens dit gesprek. 6 januari. Dat is gewoon jouw dag. Okay. En dan vier jij het. Okay. En niks van. Oh, mensen hebben een beetje een kater. Nee. Mijn oom is ook op 1 januari ja jarig. Dat is ook een gekke dag. Ja. Maar iedereen komt die ochtend of die middag daarheen. En dat is altijd heel leuk. Want dat je weet dat is zijn dag. Ja. 6 januari is jouw dag. Okay. Dus wat het ook is, welk moment. Dat is gewoon wanneer jij het moet vieren. Ja. Gewoon als regel vieren het. Vind. Behalve als je denkt van. Als, je, als, wij, dit, als wij dit stukje losknippen, tekst. Wat je ja. nu net zei. Je klonk echt als een motivational speaker. Ja. ja. 6 januari ja, dat is jouw dag Dit is jouw dag. Is jouw dag. Ik jaar. ben dus ook heel erg <laughs> aan het wijzen. For you. Ja. Dat ook iedereen jaren. weet. Al je, ik weet niet of je vrienden dit luisteren, je ja. familie. 6 januari is ja. anna okay. En dan dan jij krijgt nog... een verjaardag. En jij krijgt <laughs> een verjaardag. En <laughs> yeah. jullie krijgen allemaal een <laughs> ja. verjaardag. Iedereen, wat nou? Het is een beetje koud. En oh, ik heb net kerst gehad. Nee, 6 okay. januari Anna-dag. Oké, okay. dat, dat vind ik een goed idee. Want op zich is het, het concept nieuwjaarsborrel wel gezellig. Nog één vraag daarbij. Moet ik dan wat moet ik dan organiseren? Wat moet ik regelen? Wat willen mensen dat willen mensen krijgen? Wat willen mensen? Om krijgen? Ze, om nee, zich, maar je ja. hebt de zomer, dus je gaat gewoon je gaat gewoon oh, ja, nee, okay. dat ja, is het ding. Maar ik heb nu 6 januari weer gekregen. Oh. Nee, maar je hebt 26 juli oh, kan okay. ook, hè? Maar goed, ja, ja, ja. either way. Ja. Mensen komen. Ik ga er vanuit mensen komen. Dan ga ik me toch zorgen maken. Vermaken ze zich wel? Ja. Wat geef je mensen zodat ze zich vermaken? Ik heb dus nu een band. Mm -hmm. Je hebt een band? Ja, zondag. Ja. Een band. Wauw. Ja. En een koffiekar met glühwein. Ja. Dus jullie gaan je niet vervelen zondag? Oh, dat is een soort oh. Anna-fest. Ja, dat is ook dat een bandje. een maar serieus, omdat, nee, <laughs> omdat ik me zo zorgen een dat mensen zich vervelen. beetje oh. Oh. Dus ik beetje een beetje een beetje een beetje een mee. een beetje oké, als je niemand een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een band en beetje een beetje een band, een beetje een beetje een beetje een beetje Wauw, ik ik voel me nou, een weet een weet uh... kom eigenlijk. <laughs> jullie mogen ook allebei je vrouw Ik wilde je gewoon in een kring nemen. zitten en dan uh, over Jij voetbal praten. Jij krijgt een praten. kringetje. <laughs> ja. Nee, maar oprecht hebben jullie dat niet dat je dan zorgen nee, maakt nee, van oh, af en ze zich wel en oh, straks vinden ze het heel saai dan, nee, dan gaan ze meisje. naar huis en dan zeggen ze nee het was echt zo saai. Oké, okay, maar dit hebben jullie verwachten dat dus allemaal niet. Wij, nee. Wij, wij, als of, ze het niet leuk vinden dan gaan je ze naar huis denk ik. Heb Pop zo stil gehoord? Nee. Nee, nee, Ik denk als mensen het niet leuk vinden of dan komen ze niet of dan. Of, of dan gaan ze eerder weg. Dat is wat ik dan denk. Ja, dat is ook zo. Maar dan koppel ik dat niet aan. Ik heb gefaald. Ik denk je, is gewoon mijn verjaardag. Maar nee, ik gewoon denk dat ik heb die tijd afgepakt. Nee, en joh. ik vond het heel He? kut. Ja, zo voel ik me dan. Oh. Echt? Nee, ja. dat, dat moet je echt niet denken. Want jij nee, viert je ik kom verjaardag. Niet, Hartstikke leuk. En mensen die zin hebben, die komen. en dan. Ja, ja oké. Okay. Je kan natuurlijk altijd nee zeggen. Ja, ja, ja. en je gaat, maakt er toch wat van. Je vindt toch leuk om op jouw verjaardag te komen? Je moet niet bezig... Hé, hey, laat het lekker los. <laughs> Ja, echt. Ja. Gewoon denken, Motivational hey. speaker. Ja. Die gaat weer aan. Het is jouw feest. En nu heb je een band, dat is fantastisch. Maar ook zonder band. Ja. Jij mag jij van er van gewoon je zijn, bent dus Jij bent fantastisch. Oh. Ja, komen mensen naar jouw feest. Omdat ze, feest, omdat okay. ze jou okay. willen ja. zien en willen feliciteren. Ja. Okay. En dat ik dan nog een extra zakcentje kan verdienen. omdat ik in een koffie-gluewijn-barretje uh, ja. loop te tappen. Ja. Nou, prima. Iedereen, als jij iets kan, dan mag je optreden. dan, uh, dan stuur je een factuur. Oké. Okay. Oké, okay, nou, ik ben wel redelijk gerustgesteld. Maar ik moet, het, moet ik het nou houden op 6 januari of moet ik naar Anna Dag? Uh, ja, ja, ja de... ik, ik vind ik, ik ben, of, ja de zomer nee, is ik, chiller de zomer is chiller maar ik denk dat jij dat 6 januari dag. ja ja ik ja, dat zou ik doen of 6 meest... januari ander oké okay. oké okay. dat is ook een beetje het Kijk, einde van eens, de nee ik wil, van wil de zomer man <laughs> ik wil zomer zomer dag. <laughs> ja, ja ze heeft sowieso. een band geregeld moet je, ja. je voorstellen dat het buiten zou ja, zijn geweest waar, ja. Ja. een band en ja, een en een bar buiten Oké, okay, doe ik het dit jaar? Kijk, ik heb het nu al staan. Dus nu is het gewoon in de winter. Maar dan doe ik het over anderhalf jaar. Dus, dat kan ik ook doen. Om het jaar, Zeg, maar, anderhalf jaar. Ja. Dat is ook leuk. Hoef je niet ieder jaar? Dan heb je net wat minder. Dat is een goed idee. Maar als je maar weet, het is jouw feest. En mensen komen graag. Oké, okay. dat is aardig. <laughs> uh, nou, dank voor de tips. Is, is er nog iets anders? Of ja. zijn jullie uitgaan? Ja? ja, ik wil nog het allerlaatste ding. Ook als je geen kind bent, kan je gewoon met je vrienden gaan lezen game op je verjaardag. Oh. Ja. Dat kan, er is niemand die zegt dat je geen, geen feestje meer mag doen... zoals dat ja. vroeger was. Ja. Ook dat. Ja, dus ook, is dat volwassenen niet hoeven niet per se in een kring te zitten. Je nee. kan ook met een paar volwassenen gewoon gaan bowlen. Of zo. Ja, dat okay. mag gewoon. Ja. Dat ik mag wil ik nog even meegeven. Want ik wil alleen één ding hierbij zeggen. Ja. Als jij een kaartje geeft met... mijn ouders brengen je thuis... Dan moet je dat wel even dubbel checken bij je eigen ouders. <laughs> ja. Of ze daar nog voor openstaan. Nee, je moet misschien op wat op dingen doorkrassen op, op die kaartje. <laughs> Oké okay, jongens, dank jullie wel. Ik ben in ieder geval opgepept. Um, ik ga het vieren om het jaar. Dan op 6 januari. Dan op 26 juli. Dan heb ik het anderhalf jaar idee. Ja. Uh, en dan ga ik me er verder gewoon minder zorgen over maken. Dit probleem is opgelost. Hier yes. bij de piep. Hoera. Woe. Zo opgelost. Heb je nou ook een probleem dat opgelost moet worden? Stuur ons even een bericht naar podcast@kroncrv.nl of slide in onze DM's op een of ander social media kanaal en dan lossen we je probleem. Misschien wel op. Tot de volgende zo opgelost.